Hey gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe Fact Sheet Friday. We hebben weer vier nieuwe Fact Sheets en... Oh, dat is de verkeerde. De allereerste is de Klaas Evion 450 plus de Fario 620. Ik denk dat dit een van de eerste combines wordt die wij, uh, ja, eigenlijk, waar we eigenlijk mee beginnen. Uh, ...226.500 euro... ...258 pk... ...500 liter diesel gaat erin... ...hij rijdt 40 km per uur... ...er gaat eigenlijk maar... ...8.000 liter aan... Uh, ...shit gaat erin... ...graantank van 8.000 liter, dat is niet heel veel... ...hij weegt 11,5 ton... ...en de back is de Klaas Vario 620... ...52.000 euro... ...2,2 ton... ...6,2 meter werkbreedte... ...en de werksnelheid... Is 10 km per uur. Dan hebben wij de tweede, en dat is de Oxbow BP2140 E. Uh, dit is voor de. Stokbonen, denk ik. Of hoe je het ook wil noemen. Uh, bijna 5 ton, 315 pk, 8 ah. 850 liter uh, dieseltank. 25 kilometer per uur heeft een inhoud van 15 kub. Dat gaat dus achter in de bunker. 19,5 ton weegt hij. De werkbreedte is 3,3 meter. De werksnelheid is 10 km per uur. En dus voor de ja, stokbonen of sperziebonen, hoe we het maar noemen. Dan hebben wij hier de Dalbo Power Chain 800. Dat is een disc harrow, oftewel een, uh, een cultivator. Ja, is dat een cultivator? Ja, volgens mij wel. Maar voor mij is daar een ander, ander woord voor. 43.000 euro, 180 pk, 300 liter gaat erin. 5,6 ton weegt die 8 meter werkbreedte. Dus dat is best wel netjes. 18 km/u is de werksnelheid. Nou, daar gaat natuurlijk zaad in. En je kan er gras en bladrammenras kan je mee inzaaien. En dan hebben wij de laatste. Dat is de Anneburger HTS 22B79. Dat is dus eigenlijk een dolly, denk ik. 38.000 euro, 180 pk heeft hij nodig. En daarbovenop zit de Annaburgen AW 22.17, 35.000 euro. Die heeft een inhoud van 25 tot en met 36 kuub, uh, 3,8 ton en een werkbreedte van 24 meter. Dus hoogstwaarschijnlijk kunnen wij hier ook, wat je hier dus ziet, kunnen we dus ook mest mee rijden. Dus dat is wel heel erg gaaf. Dan hebben wij... Kijk, zag ik dat goed? Ik moet wel even de goede hebben. Even de voordes van. Hoe het eruit ziet. De Dalboor. De Oxboor BP2140E. De Klaas Evion. En dan hebben wij hier ook nog wat. Ik weet niet wat dit is. Oh ja, dan heb je het. hier heb je het in principe naast. En die... Met uh, spersieboorden of stokbonen, Weet ik veel. En de dalboor. En hebben we als laatste hebben we nog de Annenburger. Met de dikke deur erachter. Uh, volgens mij is dit niet de 6-serie. Volgens mij is dit weer een ander model. Volgens mij is dit de 7-serie. Dus houdt in dat we nog een extra. Um, hoe heet dat? Dat we nog een extra deur erin hebben. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar uh, het is eigenlijk dus en een trailer, want daar kan in principe alles in, zoals je kan zien. En je kan hem ook nog ombouwen naar een uh, strooien. Dus dat is ook wel geinig. Daarnaast wil ik met jullie nog even, ik weet niet of de Green Beans al. of die er al zijn. Nee, die is er nog niet, dus die gaan we gelijk even doen. Over de groene bonen. Green Beanies. Article assets, wat is dit? Nou, dat, dat, is, dat is dat, dat moeten we dan weer niet hebben. Growth stages. Dit is trouwens Duits, dat moeten we niet hebben. En je ziet het dus: de uh, groene bonen, stokbonen, expressiebonen. Laten we het expressiebonen noemen. Uh, groeistadium 1, 2, 3 staan ze in bloei. 4 zijn ze uh, geoorst, of kunnen ze worden geoorst. Hier zijn ze geoorst en zo zien ze eruit als ze dus kapot zijn. Je krijgt dus ongeveer 13.950 liter per hectare. De gemiddelde verkoopprijs is 2160 dollar per duizend liter. Staat hier ook wel, als je de makkelijke uh, uh, economie neemt. Dan zit je dus ongeveer op 2160 liter. Per, of, uh, ja, eigenlijk 2160 dollar per duizend liter. Het uh, gebruikt 280 liter aan zaad. Het duurt vier maanden totdat het gegroeid is. Je kan het planten in april en juni. En je kan het oogsten in augustus en november. Nou, hier zie je ook nog uh, hoe ze op de grond eruit zien. Het ziet eruit dat hier een beetje, uh, ja ik wil zeggen, of ze er nat uitzien zo, Of er is water opgekomen of er is hier mest opgekomen. Want het ziet er best wel nat uit tussen de sperziebonen. Hier zijn ze weer een stukje verder gegroeid. Hier staan ze in bloei, dan kunnen we ze dus bijna oogsten. En hier zie je ze ook aan de bosjes hangen. En dan kunnen we ze dus oogsten. Zo ziet het eruit als het geoogst is. En als ze dood zijn. En dat is natuurlijk zonde. Dan hebben we nog screenshots. Ik weet niet of we er een blog van hebben hoor, maar dan zoek ik die zo wel even op. Met de oogstmachine. Vind ik wel een hele vette screenshot, dit trouwens. Maar de wolken zijn al wel een beetje veranderd, maar het is nog steeds dat ik denk van... Eh, ik mis toch nog wel de, de scherpheid in de wolken. Wat wel mooi is, is al die details wat je hier ziet. Dat is dan wel weer gaaf. Oh, die hebben we net gehad. Hier zijn oorspronkels zien, hier zijn we net geweest. En hij gooit alle blaadjes aan de zijkant. En dat mist natuurlijk op het veld. Hier komen ze naar binnen. De BP2140 E. De uitlaat zit aan de achterkant. Dus er zou de motor ook wel aan de achterkant zitten. Want hier zit natuurlijk uh, het rooster. Hier hebben we Nieuw-Holland. Met een uh, uh, trailer. En natuurlijk, zo worden ze op deze manier worden ze gelost. Hartstikke idee. Voor mij zit ook uh, de nieuwe uh, Nieuw-Holland. Alleen wat ik dan wel weer zie: je hebt dat achterlijke tablet zit op het stuur in plaats van achter het stuur. En dat vind ik wel zo lelijk. Maar ja, toen maar. Het is wel allemaal ledverlichting. Dat kun je dan wel weer zien. Dat is dan wel weer gaaf. Alleen dat die tablet weer op het stuur zit. Ja, vreselijk. Ik vind dat zo lelijk. Maar ja, goed. Het is natuurlijk ook een kwestie van gewenning. En hier worden ze gelost in de trailer. En dan heb ik dit allemaal gehad. Dan moet ik even de blog zien te vinden. Ik denk dat het deze is. Als ik dat zo zie. Oh, dit zijn de screenshots. Is dit in Duits of is dit in het Nederlands? Oké, okay, dat doet het even zo. Hoor. Preview new crop green beans. Green beans are delicious and nutritious. The pots, the seeds, everything is edible if prepared correctly. Streamed, boiled, fried, baked, roasted—you name it. Throw them in a soup, roll them up in bacon, or add them to your favorite fried rice recipe. Because green beans are awesome, we add them to Farming Simulator 25. Starting November the 12th, you can plant and harvest them on your virtual fields. Take a look. Decent photos have been gehad. Between April and June, it's green bean seeding time. With 280 liters of seed per hectare, when spilling the beans on the field, you can expect a yield of uh, up to 13.950 liters in return 4 months later. Dus als we eens eventjes gaan uitrekenen, ik pak even mijn rekenmachine erbij. Is het namelijk zo, stel je krijgt ongeveer 13.950 liter van inveld en als je dat verkoopt voor de prijs van 2160 liter, dan zit je dus op een kleine 3000 euro nee dat leek me sterk wacht 2160 maal 13.950 is waarom krijg ik zo raar iets wacht even mijn, mijn rekenmachine doet een beetje weird laten we het hier even doen dan is het namelijk uh, 2160 oh, ik moet het wel goed doen 2160 uh, keer 13.950. Dat is dan 30.000 euro. Nou, ik kijk. Ik kan jullie het al even laten zien. Moet ik even de camera even aan. Mijn uh, rekenmachine, die geeft dit aan. Ik weet niet waarom, maar dat, dit geeft hij aan. Dat is een beetje vreemd. Dus het is 30.000 euro. Verdien je dus ongeveer van één groot veld. Dus dat is op zich is dat best wel netjes. Ehm. Um, Depending on economic difficulty, an average selling price of 2,160 per 1000 liters is offered after harvesting between August and November. Of course, you can not only sell the beans, but deliver them to factories to process them. We'll take a look at the new products and production chains another time. Dus we krijgen nog een nieuwe blog over de nieuwe fabrieken en wat je allemaal met die bonen kunt doen. When summer draws to a close and fall begins, your green beans will be ready to harvest. Using a specialized harvester, you bring the crop in. Oh, and look at that. Oxbow offers just the right machine to do that. The BP2140E. Now, this photo hebben we natuurlijk net ook allemaal al Growth stages. To identify which state your green beans are in, either take a look at the overview in the menu or learn how to visually check them out. You know, like a real farmer, here are different stages of growth. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Uh, eerste groeistadus, tweede, derde. En hier zijn ze aan het. Kunnen ze geoogst worden? Hier zijn ze geoogst en hier zijn ze dood. Nou, spinach hebben we natuurlijk ook al gezien met z'n allen. Uh, maar we krijgen dus nou En uh, Wat dus de nieuwe gewassen op dit moment zijn, is stokbonen, Eh. Twee nieuwe rijst, dan dus zitten we op drie nieuwe dingen. Dan hebben we erten. Uh, we hebben, wat was er nog meer? Dus dit zijn er al vier. Ik ben nog wel weer verreden. We hebben sperziebonen, spinazie, twee soorten rijst. Erten, dus dat zijn er al vijf. En nog wat. Dus we krijgen al 5 nieuwe gewassen in Farming Simulator 25. En het leuke is dat er eigenlijk nog um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weken te gaan voor Farming Simulator 25. Mocht je de game nog niet hebben gepreorderd, check het link in de beschrijving. Daarmee support je me natuurlijk ook enorm. En dan uh, kunnen we zo snel mogelijk natuurlijk Farming Simulator 25 spelen. Dus als ik zeg wat vinden jullie van de, um, de sparrisjebonen? En wat vinden jullie van de factsheets? Laat het weten in de reacties. En dan wil ik jullie allemaal heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En heel graag tot de volgende keer. Calm!